Zo hoorde ik ook dat er in de groep 8 van de rolscholen, dat er ook een stelletje beesten waren. En ja, hoe ga je die beesten verzorgen? Nou, dat kan alleen door dierenverzorgers. En hier zijn dan ook Tara en Renate als de dierenverzorgers. Beter als bavianen? Je hebt gelijk. Nou, laten we verder gaan. Ja, ik was laatst bij een man en die had een hond zonder poten. Hij vroeg, hoe zou ik mijn hond eigenlijk noemen? Ik zei, het maakt toch niet uit, als je hem roept komt hij toch niet. Ah, wat een sufkop. Ik dan? Ik liep op mijn gemakje via het bos naar het berenverblijf. Liep de hele tijd een eekhoorn achter me aan. Na een tijdje nog steeds. Dus ik schreeuwend tegen die eekhoorn zeggen, zeg eekhoorn, waarom loop je me de hele tijd achterna? Waarop hij zei, ik heb nog nooit zo'n grote eikel als jou gezien. Nou, dat ben je toch ook? Nou, bedankt. Hé, hey Bertha, het is rood en loopt door de wei. Een koe? Nee, een tamponi. Haha, wat ben je weer grappig. Zo kan ik het ook. Wat is rood en kruipt graag in een holletje? Een haas? Nee, een tamponijntje natuurlijk. Ha, wat grappig. Nou, geweldig. Oké, genoeg ruzie. Ik was laatst heel verdrietig in de dierentuin. Er kwam een bezoeker om me aflopen. Hij vroeg, wat is er aan de hand? Ik zei, er is net een olifant overleden, meneer. Hij zei, u zal wel verdrietig zijn. Ik zei, nee, maar ik moet van de baas het gat graven. Ah, ik heb respect. Hey, had jij niet een interview bij de kippenboerderij? Ja, klopt. Die boer was zo humeurig, dus ik dacht, ik vertel hem een leuke mop. Dus ik zeg, hé meneer de kippenboer, hoe zet je een kip terug in elkaar? Waarop hij zei, dat weet ik toch niet? Waarop ik antwoordde, nou, met kippenboutjes. Ha! Ja, maar de boer liep huilend weg. Later kwam ik erachter waarom. Zijn kip was uit elkaar gevallen. Oh, wat zielig zeg. Ja. Hé, hey Bertha, weet je wat er gebeurd was? Nee. Nou, er was een stokstaartje in een berenverblijf gekomen, net toen de beer grommend zat te schijten. Oei. Het stokstaartje ging ernaast zitten om ook wat dropjes te laten. Toen vroeg de beer, blijf bij jou de stront ook zo erg aan je vacht plakken? Waarop het stokstaartje zei, nee, daar heb ik gelukkig geen last van. Toen zei de beer, nou, dan is het goed. Hij pakte het stokstaartje en veegde de flinkste reet mee af. Aha, ik had laatst ook zoiets met poepende dieren. Ik ging het vleermuizenverblijf verschonen. Hoorde ik vleermuis Bobby tegen vleermuis Bartje zeggen, hé hey, vleermuis Bartje, wat was de ergste dag van het jaar? Waarop hij antwoordde, weet ik niet goed, maar was het een van de dagen dat ik diarree had. Haha, nou ik dan, ik moest ook een kamelenverblijf en een olifantenverblijf samen schoonmaken. Ik hoorde een kameel en een olifant samen praten. De olifant zei tegen de kameel, waarom heb je twee tieten op je rug? Waarop de kameel zei, nou jij dan met je piemel op je gezicht? Laatst was ik vrij, dus ging ik met mijn zoontje Joost naar het park toe. Bij het apenverblijf zei mijn zoontje, mama, mama, die aap lijkt sprekend op meneer Martijn. Waarop ik antwoordde, jongen, dat mag je niet zeggen. Mijn zoontje zei daarop, sorry, dat is een te grote belediging voor die aap.
Ja. Hij heeft wel gelijk. Ja, hè? Hey Bertha, hoe wordt de zebra geboren? Geen idee. Nou, streepje voor streepje. Oh, en weet jij het verschil tussen een paard en een ezel? Geen idee. Nou, een paard staat in de wei en een ezel, dat ben jij. Nou, bedankt zeg. Ja, tring, tring. Hallo met... Hallo met Bertha en Bas van Bolzuizoe. Toe, 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 auw. Hallo met Bertha, waarmee kan ik u helpen? Oh, ben jij het, Billy? Wat is er aan de hand? Vertel het eens. Auw. Zijn de vissen aan het verdrinken? We komen er meteen aan. Jongens, wij moeten er weer eens vandoor. Doei, fijne carnaval. Alaaf. Renate, lief blijven. Nou jongens, het was weer een fantastische sauwel. Je hebt ook mooie hoeden op, vind ik. Waar kun je die kopen? Wat zei je? Waar kun je die hoeden kopen? Dierentuin. Bos uit de zoo. Staat die ook al? Ja.